stichting van de Nachtwacht is al sinds de 19e eeuw een onderwerp van gesprek. Er zijn zelfs hele kamercommissies, politieke commissies geweest die erover hebben besloten. En er was altijd een probleem dat die Nachtwacht ingewikkeld was om te belichten. Met de spots van Philips hebben we hem van heel veel hoeken kunnen belichten. Hem licht kunnen geven wat precies de goede temperatuur heeft. Zodat je heel mooi kan zien wat er geschilderd is. Het bijzondere is, Philips is opgetreden als een regisseur van het hele project waar het licht betreft. Ze hebben niet alleen het licht ontwikkeld, maar ook alles wat er omheen zit, zodat wij ons kunnen concentreren op de kunst. Het Rijksmuseum heeft ons gevraagd om alles bij elkaar bijna 2 kilometer lightworks te maken in het Rijksmuseum voor alle ruimtes. Van de ontwerptekeningen van de architecten hebben we 3D-werktekeningen gemaakt. We halen uit die 3D-tekeningen laserfiles die we dan gebruiken om materialen te laten lasersnijden. De lightworks die hebben wij dan met die plaatdelen hier ter plaatse samengesteld, geassembleerd, zodat ze naar de poedercoating kunnen. Poedercoating is een zeer slijtvaste laklaag. Na de poedercoating komen de lightworks weer terug hier bij Bronnenberg en worden ze voorzien van de Philips componenten. Daarvoor hebben wij een lokale installateur ingeschakeld. Zij voorzien alle lightworks van de Philips componenten en testen die ook. Als de lightworks zijn voorzien van de Philips componenten, dan worden ze uiteraard heel erg goed verpakt en dan gaan ze op transport naar Amsterdam. Vandaag zijn er 2 stuks lightrack binnengekomen vanuit Heerlen, Bronnenberg. En die gaan we dadelijk met akoestiek montage Brabant gaan we die ophangen. De vraag van het Rijksmuseum was: help ons met alle verlichting binnen het Rijksmuseum. Daar zochten ze 1 partij voor, 1 aanspreekpunt, die onder hun regie dat allemaal uit handen nam. Dat zijn wij gaan doen. Dat was een hele forse uitdaging, maar een hele mooie uitdaging. Ja, en nu kan die naar beneden op het schilderij. Pot. Met een streeplens kunnen we misschien nog helemaal egaal uitlichten. Wij zijn lichtontwerpers. Toen eenmaal de armaturen gekozen waren, toen zijn we gevraagd om eigenlijk het lichtplan te maken. Dus het te vertalen naar het aantal armaturen, type lens en dergelijke die nodig zijn per kunstwerk, per zaal. Er zijn 80 zalen. Dit is er eentje van. En er zijn 8000 kunstwerken die belicht moeten worden. Dus voor al die 8000 kunstwerken hebben we gekeken wat de meest geschikte belichting zou zijn. Daarmee hebben we posities bepaald van de armaturen ten opzichte van de kunstwerken, maar ook welke lenzen er nodig waren om het uit te lichten. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op meer dan 3500 armaturen om alles uit te lichten. Philips heeft ons gevraagd om voor het Rijksmuseum een verlichtingssysteem te ontwerpen. Op basis van de Philips Dynalight producten. Basis zijn de DALI spots en daar wordt een Dynalight verlichtingssysteem overheen gelegd waarmee dan de hele verlichting te besturen is. Stel dat het licht niet gedimd zou zijn, dan zou je zo'n soort lichtbeeld krijgen. Maar als dan zeg maar daarna het ontwerp van de light designer erop gezet wordt, dan krijg je dus de individuele instellingen van de spotjes en dan gaat de zaal pas leven. De overige verlichting die wij hier hebben gedaan, dat is de hele museumshop. De ontvangstbalie, daar zit verlichting van ons in. De grote chandeliers in de voorhal zijn voorzien van LED-verlichting van ons. En uiteraard de hele gevel wordt aangelegd met LED-verlichting. De mooiste opmerking die ik kreeg van de Rembrandt-specialist in de wereld, die een brief schreef en zei: ik ben gaan kijken naar de Nachtwacht. Ik heb hem met het nieuwe licht gezien
en er is een nieuw schilderij. Ik heb nog nooit gezien wat ik nu zie, omdat het zo goed belicht is. En dat is natuurlijk fantastisch. De Nachtwacht, dat was voor ons een soort van pionier. We hebben daar eerst naar gekeken en nu hebben we het hele museum met dat licht gevuld.